Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van Astro Chain. Vandaag Reckoning. The Avenging of Past Misdeeds. A Final Judgment. It is time for your reckoning. Nou, vandaag is naar Ari. En letterlijk, de file begint. Er is geen andere onzin. Er is geen dingen die we kunnen doen. Je begint letterlijk bij Ari. En dit vind ik nog steeds een van de grootste dingen waarvan ik baal. Wij kunnen, in theorie... Hieronder is er een toiletstal. Daar kunnen we gaan, daar kunnen we toiletpapier van halen. Maar wij kunnen niet terugvliegen. Wij kunnen niet fucking terugvliegen. Dus de game halen met een medical outfit is niet mogelijk. Wat zo ongelooflijk kloot is. Want het is ook niet zo van, oh, maar je kan waarschijnlijk... Het is ergens diep in het gebouw. Nee, het is letterlijk hieronder. Hieronder is het. Wat fucking onzinnig is. Zo. Maar ja, één ding wat ik nog niet heb gehad over uit te leggen. Nu zie jij ook de bar onder onze helft. Hoe langer je fight, des te hoger de bal. Nou, des te voller de bar vult. Is de bar volledig vol? L en R indrukken. En dan trigger je Legion Fusion Mode. Het is niet alleen maar plot armor, het heeft daadwerkelijk nu een nut. Enig wat ik wel graag had gevonden, is dat die twee. Buttons en niet waren. Ik vind het niet echt mooi dat die buttons er staan. Want ze leiden een beetje af. Want de bar is duidelijk gevuld, dus ja. Ik vind het een beetje raar. Nou, dat is Joseph, hè. Joseph heeft echt een messiah-complex, maar ja. Nee. Verder, de clones zijn duidelijk. We weten wanneer de clones zijn gemaakt. We weten hoe de clones zijn gemaakt. En omdat er nu clones zijn, is het ook nu een stuk makkelijker om de legions onder controle te houden. Dus ja, op die manier is hij op zich ook heel blij dat Akira dood is gestoken door Yenna op een bepaald punt. Verder, en dit komt ook door het feit dat wij geboren zijn in de pandemic. Omdat wij geboren zijn in de pandemic, hadden wij ook gewoon goede controle. En hadden wij ook een bepaalde redshift al in ons. Alleen het was nog niet hele erg of vergevorderde redshift. Dus als gevolg konden wij gewoon als een normaal persoon doorleven. Alleen wij kunnen alleen nu wel goed fuseren of zijn in goede contact met onze Legion. En weer die achterlijke patiëntoutfits. Maar ja, maakt niet uit. Als dit female character is, heb je exact hetzelfde outfit. Nou, wat denk je? Is Joseph trying to do with my body? Maar ja, het enige wat we nu wel hebben is de clones worden hier gemaakt. En omdat wij niet zo heel veel dingen kunnen doen, nou, zijn we een beetje fucked. En een beetje fucked en een beetje gekloot. Dus ja. We weten ook alleen niet of wat Joseph nog meer heeft gedaan met Akira. Want hij heeft nog gekloond, dus hij heeft DNA van hem. Ik snap alleen niet hoe hij consequent aan het DNA komt. Dat is het enige rare, want je kan niet het DNA pakken van een kloon. Want klonen van een kloon, daar krijg je hele rare personen van. Dus je hebt eigenlijk een consequente stroom nodig van DNA. En ik weet niet hoe ze op die manier, hoe ze daarvan, van Akira zijn gekomen. Maar ja,
Akira helpt eens, alleen ik weet niet of het damage doet. Dus help is weer een groot woord hier. En ja, dit laat wel zien dat Akira sterker is dan je standaard personen. Want normale aberrations kunnen wij one-shotten. Deze clones kunnen wij niet one-shotten. Shit. Nou ja, genoeg. Daar is je antwoord, gewoon genoeg. Dodge, dodge, dodge. En huppakee. Nou, nog één clone te gaan. Eén onnodige kleine clone. Nou, oké, nu twee. Ze blijven ook maar komen, hè. Akira, ik heb 20 clones vermoord. Jij bent nog steeds bezig met één. Pas heel even op of ik vervang je nog met Olive. Want hel, ik denk dat ik nog zelfs met hel nog dingen kan doen. Let's go. Ja, dit lijkt me ook niet heel goed voor je mentale gezondheid. Joseph needs to answer for what he's done. Je killt jezelf. Lijkt me niet heel erg goed voor je. Oh, ja. Je weet het. Is er allemaal een pad naar rechts? Dan neem je het pad naar rechts. Een AED charge is oké. Okay. Nou. Mooi dat er een trap is, maar... Ja. Vertrouwen doe ik het niet. Want je weet, als je over een trap loopt, of hij stort in, of jij moet weer terug. Het is altijd iets. En omdat ik het niet helemaal vertrouw, heb ik even nu een keer drones geëquipt. Ja, ze zijn allemaal aan het redshiften. En nu kan je ook gewoon zien, dit is gewoon zo onzinnig. Hoe sterk Akira is en hoe sterk deze personen zijn, echt. Maar dit zijn een beetje Blue Evolved mensen, dus helemaal geüpgraded mensen. Dus ja, die teken wat meer hits, maar voor de rest... En ik kan ook niet wat elementen zien van andere redshifted of andere chimera's. Bijvoorbeeld de handen zijn gewoon Kronos. De klauwen van Laios. Tenminste, beter dan de andere standaard aberrations waar je niks uit kan halen. Uh-oh, Akira, niet kijken, niet kijken, niet kijken. Shit, hij heeft gekeken. Wij zijn fucked. Ja. Ja, precies. En dat is een beetje het probleem wat je nu gaat krijgen. Wij zijn nog niet echt gekomen of alle clones kunnen praten. Meer in de van de tijd zijn ze gewoon... Nou ja, dom. Dat ze niet kunnen praten. Dus, misschien kunnen ze praten en dan kan het zijn dat de Akira de clone is. Maar de enige manier hoe wij erachter komen nu dat de Akira met wie wij lopen de echte Akira is, is omdat hij praat. De rest praat niet. Tuuk. Oh fuck's sake, de deur is weer kapot. Altijd leuk, de dimensionale breking. Dan moet je nagaan hoe groot Ari dan eigenlijk is als plek. Het enige wat ik dan niet snap is... Nou,
op dit punt snap ik niet. Ik snap het later wel. Maar je hebt al deze Akira's. Want het idee is eigenlijk, je hebt soms in al deze Akira's en dan kan je daadwerkelijk dingen doen. Want al deze Akira's hebben goede legions. Dus als jij graag wil dat iedereen kan gebruik maken van de legions, hartstikke mooi. Alleen dan heb je wel iets nodig. Of je moet het DNA van Akira combineren. Maar ja, dan is het DNA van een kloon. En we hebben het al gezegd, als je geen DNA gebruikt, of het DNA gaat hergebruiken van een kloon, dat is nooit goed. En dat is ook nooit praktisch, dus... Beetje onhandig dit. Joep. De Sword Legion blijft gewoon nog steeds de beste. Het is de beste in het begin en het is de beste aan het einde. Nou, mooi. Nou ja, ik weet dat ik alleen maar rechtdoor moet, dus je hoeft de rest... Het hoef je al niet af te... Of jou niet vast te zetten, want ik kan toch geen andere kant op. Nee, dat kan niks. Oké, kom op. Zweven als de Arm Legion. Ja, raar dat ze het aangeven. Dat je... Ja, je moet hier overheen met de Arm Legion. Ja, dat lijkt me nogal wie dus, ja. Madison, oké, prima. Ik weet voor de rest niet echt wat ik zou moeten doen met de medicine, maar sure. Oké, een gate. Wat hebben we hier? Big boy. Een ijs. Ding, oké. Arke. Voor mij is dit niet Grieks. Arke lijkt me niet Grieks. En als het Grieks is, lijkt het mij dat het een beetje een obscure held is. Of iets anders, nou maar. Arke. Ja, wat is Arke? Ja, je bedoelt Tui. Nee, ik bedoel ook echt Arke. Ja, is toch Grieks weer. Oh. Arke is de dochter van Thaumas. De zus is Iris, de regenbooggodin. Arke en haar zus hadden vleugels en waren de messengers van de Olympische goden. Arke verraadde toen de goden en joined toen met de titanen. En geinig genoeg, deze vleugels werden later gebruikt voor Achilles. Maar ja, zoals ik al zeg, dit is een beetje raar. Dan heb je Kronos als persoon, wat een beetje een random miniboss is. En dan heb je hier dus Arke. We zijn heel ver in de game, maar dan heb je hier Arke. Een beetje een obscure character dan. Huh. Raar. Oké, hier hebben we niks. Nou, rustig de red material oppakken. Nou, fijn, deur is dicht. Red material. En nog één natuurlijk. En klaar.
Ja, lijkt me nog wel logisch dat ik hier de X-Legion voor nodig heb. Dat mensen hierin hebben gewerkt en je kan zeggen van ja, maar dat gas was er destijds niet. Nou, ik ga er wel vanuit dat er destijds nog steeds gas in zat. Een lange hallway, ja, ik weet genoeg. Ja, beast, let's go. Het is ook rubberbanding en dat maakt het niet beter. En word je er één keer geraakt, dan begin je weer vanaf voren aan. Lekker eerlijk weer. Heel eerlijk. En je moet ook echt uit de buurt blijven van dingen. Je mag ze ook geen pixel aanraken, want dan ben je gewoon klaar. En dan begin je weer van voren aan. En daarom is dit ook zo'n kutstuk. Zo'n ongelofelijk kutstuk. Maar ja, dit zorgt gewoon voor dat als jij veel devs wil, hier is je plek om veel devs te krijgen. Bijna. Uit de buurt blijven. Hè. Nou, een hele goede security system, want op niet van de tijd staan die dingen gewoon open. Oké, de Legion werkt ook een keer mee. En terughalen, huppakee. Nou, het duurde even, maar we zijn eigenlijk door dit stuk heen. Wat een mooie kamer en wat een stijtje kutrevens. Ravens Revenge. Nou, een wraak hoeft ze niet te nemen. Nou, dat is niet degene waar ik op mikte, maar sure. We rekenen dat maar goed. Even de boel stunnen, want die range van die stun is gewoon heerlijk. En de duratie ook. Alioep. Stunnen. En als je hebt gestund, meer stunnen. Op zich wel handig dat ze niet allemaal de Legions summonen, want dat zal wat zijn geweest. Maar volgens mij heb je een goede 7 à 8 man. Nou, als die allemaal een Legion spawnen, ben je klaar. Dan ben je gewoon klaar. Dan kan je helft op je buik schrijven. Dan kan je echt je helft op je buik schrijven. Kutzooi, ze breken mijn sync attacks. Dat wil ik niet. Ja, je kan nu eigenlijk ook zien dat de Ravens met uitzondering van de sync attacks merendeel van dezelfde vaardigheden hebben als jou. Omdat, nee, ja, uiteindelijk, het zijn clones van Akira. En Akira is niks meer dan de mannelijke versie van jou. Dus ja, is niet zo heel gek. En ja, we moeten wel een beetje geluk hebben, want zoveel bereik hebben we niet meer. Want binnen nu en een paar seconden zitten wij op cooldown, dus... Dan zitten we weer op die bullshit. En dan moeten we weer wachten. Want fuck it, we moeten altijd wachten.
Hoppakee. Dus ja, dat is wel handig om te hebben, of handig om te weten dat wij nog steeds beperkt zijn aan de cooldown van onze Legion. En dan zie je ook gewoon dat als wij niet de Legion zouden hebben, wij net zoveel damage kunnen doen als een Raven. En die gedachte baart me toch wat zorgen. En ja, het is een aardig grote lift, dus... Oeps. Nou, heel makkelijk. Gewoon dingen kapot maken. Dat is hun manier en dat werkt ook nog. Nou... Ja, een beetje kutte is, maar op zich valt dat nog wel mee. Het zijn ook allemaal flying enemies, dus het kan soms zijn dat wij ze niet echt per se kunnen raken. Gelukkig is het plafond hier niet zo heel hoog. Dus als je een keer geluk hebt, kan een Beast Legion hem nog een keer oppakken. Dus ja, dat is op zich wel handig, maar ja, omdat je nu zoveel enemies hebt, je hebt niet echt een moment van rust, dus je moet gewoon goed op gaan letten op jouw, uiteindelijk op jouw cooldown, want voor je het weet, dit ga je niet redden met je standaard enemies, of je, nou, dit ga je niet redden met de enemies die je hier tegenkomt, want je hebt hier gewoon een heleboel extra enemies, en deze zijn ook zo speciaal, want ze hebben ineens een naam. Sorry als je getypt hoort daarvoor. Dus oké, dan hebben we eigenlijk alles weer klaar. Dan hebben we alles boven. En ja hoor, hebben we nog twee Poseidon's er nog bij. Waarom ook niet? Want we hadden al niet genoeg. We hadden al genoeg ruimte hierin. En dit zijn de mooiste combo's. Ik op één en de Legion op een ander. Hitte, want Zeus is één ding, maar Poseidon vind ik kutter. Want burn damage kan je nog vanaf lopen, maar ice damage is zo kloot, want dan ben je gewoon gestunt. Alley-oop. En de laatste finish off. En klaar. Nou, hebben we nog meer enemies hier? Ja hoor. Wat is dit? Dit is Skila. Hydra hebben we al gehad, dus dit kan geen Hydra zijn. Een Basilisk? Nee, dat is niet Grieks. Skila. Dat is toch Skila. Wat is het verschil tussen een Hydra en een Skila? Volgens mij is een Skila meerdere koppen, maar heeft het een vrouwenlichaam. Maar ja, zoveel health heeft hij niet. Zijn voornaamste ding is dat hij aardig snel is. En laten we heel eerlijk zijn, dat stelt niet zo heel veel voor. Want we hebben nu al hier neer. Als je ook gewoon de enemies kan lokken, dan stellen ze ook niks voor. Dan stellen ze ook echt niks voor. Maar ja, we zijn boven. Hoe de lift nog werkt. En hoe al dat spul zo snel kan smelten. Ik heb geen idee. Maar blijkbaar werkt het op die manier. Oh wel. Wij zijn boven. Daar is Akira. Daar is Jozef. En... Xiri, de volgende keer weer. Laat eens.